Ambassadeur Han Ying van China bezocht op 12 juli 2024 minister Permanent Seudin van LVV voor een afscheidsbezoek. Tijdens zijn driejarige ambtstermijn heeft Han Ying bijgedragen aan de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en China, met als hoogtepunt de oprichting van het Agricultural Technical Cooperation Center in Tijgerkreek, Saramaka. Minister Seudin waardeerde Han Ying's inzet voor de samenwerking op het gebied van landbouw en benadrukte het belang ervan voor Surinames ontwikkeling. Han Ying vertrekt morgen zondag. Minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed bracht op vrijdag 12 juli een bezoek aan Paranam om ter plaatse de situatie te beoordelen. Tijdens zijn inspectie van de wegen luisterde hij naar klachten van buurtbewoners die vooral gingen over problemen met vuilophaal, onderhoud van bermen, drainage en slechte wegen. Hij verzekerde de bewoners persoonlijk dat deze kwesties spoedig zullen worden aangepakt. Een contingent Surinaamse militairen is op donderdag 11 juli 2024 vertrokken naar Frans-Guyana met een vliegtuig van Franse makelij. Ze zullen deelnemen aan de ceremonie ter ere van de Dag van de Bastille op 14 juli 2024 in Cayenne en Kourou. Deze dag markeert belangrijke waarden zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap voor Frankrijk en zijn overzeese gebieden. Het Surinaamse peloton keert terug op maandag 15 juli 2024.